Ja, nieuwsgierigheid is wel ongeveer het allerbelangrijkste als je journalist bent. Ik heb hier in de studio een journalist, een onderzoeksjournalist, een Amsterdammer, Amsterdamse onderzoeksjournalist, die al in 2008, dus dan praten we over 11 jaar geleden, dit boek schreef. En de voorbereidingen van dit boek was 2003, ongeveer 2002, raakte hij geïnteresseerd erin. De volgende oorlog heet het, de aanval op Iran, een voorbeschouwing. 2008, een aanval op Iran. Dat is toen niet gebeurd, maar Iran blijft wel permanent onder druk staan. Van de Verenigde Staten, van het Westen, Europa die erin En Israël niet vergeten. Iran is gewoon een heel lang lopend project. Het is een enorm wespennest. Toen de tijd in 2008, toen het boek uitkwam, 2007, ik heb het afgelopen dagen nog even teruggelezen. Ja. Hing het enorm in de lucht. Alle specialisten toen de tijd waren erover eens. Iran staat op de rol nog voor het einde van de Bush-regering. Ja. Als een soort laatste slag om een heroïsch eruit te gaan. En dat is toen niet gebeurd. Je had natuurlijk ook de kredietcrisis 2008. Je had ook een soort opstand van generaals. Hè. Niet iedereen dacht zomaar even mee te gaan doen met die neoconservatieve kliek. Toen in het Witte Huis in de Bush-Cheney-regering. Ja. Het is toen niet gebeurd. Maar Iran is een heel groot, langlopend project. En je had Georgië. Want in 2008 laat Poetin voor het eerst aan het Westen zien waar de grenzen van Rusland liggen. Dus Georgië viel Ossetië aan, een deelrepubliek in het noorden dat onafhankelijk wilde zijn. En, of in elk geval deel zou willen worden van Rusland. De Georgiërs vallen het aan en de Russen komen onmiddellijk in beweging. En binnen 2 dagen is Georgië verslagen. En daarmee gaf Poetin aan, hier zit de grens. We accepteren niet meer van de Verenigde Staten en van als een satellieten dat zij gaan bepalen hoe de wereld eruit gaat zien. Bovendien liep daar een hele belangrijke militaire weg doorheen, wat Rusland toegang geeft tot het Midden-Oosten. Dus vandaar dat het ook van buitengewoon groot geopolitiek belang is. En dat speelde zich in 2008 af, met als gevolg dat die hele aanval op Iran niet door kon gaan, dat in feite. Toch blijft Amerika, de Verenigde Staten, de elite, de deep state, hoe je het maar noemen wil, blijft Iran eruit pikken. Nou was er een overeenkomst, met een nucleaire overeenkomst, dat wordt nu weer opgezegd. Waarom? Als we even kijken, 1953, nog een stap eerder. 1953 maakt de Verenigde Staten met de CIA de democratie daar onmogelijk. En de democratische leider wordt in de gevangenis gezet. En er wordt een terreurregime van de Shah wordt in het zadel. Dat is toen een coup gepleegd. En toen werd al gezegd, dan gaat op een gegeven moment duidelijk worden dat dit een Amerikaanse coup was. Maar het maakt niet uit. Want dan, dan zijn de feiten al gebeurd. Hè? Want zo wordt er ook gedacht, hè? Jullie kunnen reageren, jullie, de pers, de wereld, op wat wij doen. Ja. In dat soort woorden is ook gesproken door Karl Rove tegen een bekende journalist. Staat ook in het boek. Dus dat is ook de manier waarop wordt gewerkt. En nagedacht over. En nagedacht over dit soort dingen. Maar er is inderdaad toen een coup gepleegd. En de verkozen Mossadegh, president toen, is vervangen door de Shah met alle gevolgen van dien. En wat was de aanleiding van die coup? Toentertijd had die Mossadegh bedacht, we gaan de oliereserves gaan we nationaliseren en we werken de Britten eruit. En toen, want die hadden die oliereserves, die oliebronnen hadden de Britten in bezit. Ja, en Mossadegh die wilde dat helemaal eens naar zich toetrekken en dat werd niet geaccepteerd. En toen is Kermit Roosevelt, dus een neefje geloof ik van de president, ja, die leidde die CIA-operatie. En die heeft ervoor gezorgd dat uiteindelijk, ook met allerlei slinkse technieken, dus verwarring, valse informatie, groepen tegen elkaar opzetten, Die coup is gepleegd. En dan zie je dus inderdaad, dan komt er weer het zoveelste voorbeeld van dat een hele foute dictator aan de macht komt. En dan in 1979 wordt die eruit gewerkt. En komt er een heel ander regime, wat eigenlijk voor de Verenigde Staten een enorme achteruitgang is.
Hè, want hun macht daar wordt eigenlijk zero. Maar toch blijft Iran in het vizier. Het moet op de een of andere... Ja. Waarom? Toch moet een hele belangrijke reden zijn de olie en de gasvoorraden van Iran. En als je vanuit de Amerikaanse en Israëlische, en, laten we zeggen westerse Israëlische blik kijkt naar dat probleem, want zo zien ze dat natuurlijk als een enorm probleem. Je kijkt naar de kaart, dan zie je dat Iran is omsingeld door Amerikaanse belangen. Je ziet dat Israël natuurlijk daar direct om de hoek ligt en die zien ook dat enorme grote land dat inderdaad al vanaf 1953 op zijn hoede is. En eigenlijk al zich aan het voorbereiden is op een volgende oorlog. En vergeet ook niet hun trauma van de Iran-Irak-oorlog. Hè, waarbij het Westen en zowel Iran als Irak heeft gesteund. En omdat ze het idee hadden van laat die twee elkaar maar bestrijden. Ja, zoals Kissinger. Dat is een gigantisch trauma natuurlijk geweest voor de Iraniërs. Dus dat moet je allemaal bij elkaar optellen om te zien de belangen van Iran. Die zich wil verdedigen tegen die inkapseling door die Amerikaanse belangen. En Israël, dat natuurlijk heel agressief is en ten opzichte van Iran en via Amerika invloed probeert uit te oefenen. Want Israël wil de hegemonie in de regio hebben, maar Iran heeft dat in feite al. Niet alleen door zijn grootte, maar ook door zijn bevolkingsomvang, ook door zijn olie en door zijn invloed. En het feit dat het al een hele oude cultuur is. Want toen wij nog in berenvellen hier rondliepen, hadden zij al een hele hoge beschaving, niet waar? Zij gaan al heel lang mee. Ja. Zij hebben de tactiek ook meer van het schaken. En die Amerikanen hebben de American football techniek. Ja. Daardoor hebben die Iraniërs het ook zo lang volgehouden. Die zijn heel erg slim in allemaal kleine zetten zetten om het schaakspel zo goed mogelijk te kunnen doen. En op die manier is het nog steeds niet misgegaan. Maar nu zie je dus inderdaad met de actualiteit dat er opnieuw weer aandacht is. Eigenlijk was er onder Obama... In zekere zin ook een voortzetting van het Bush-beleid, want er werd ook handreikingen gedaan waarvan eigenlijk werd gehoopt dat die niet zouden worden aangenomen. Ja. Maar Obama heeft denk ik de boel in dat gebied van de wereld wat rustiger willen houden, omdat hij al genoeg problemen aan zijn hoofd had. Ja. En bovendien ook overal verloren, de Verenigde Staten, in Afghanistan, in Syrië. In het begin was Syrië nog niet echt aan de hand met Obama, dat kwam er later, later bij. Toen was mevrouw Clinton was al bezig met te zeggen van dat ze ook in Syrië moesten gaan opereren. Kijk, Syrië, wat ik een mooie uitspraak vind is the road to Tehran goes through Damascus. Je kan niet goed naar Teheran doorlopen, de hoofdstad van Iran, als Syrië nog helemaal intact is. En in 2011, 2012 is de CIA begonnen met wapens die gewoon letterlijk op de grond lagen in Libië om jihadis te steunen. Die route liep via Turkije om onze grote vijanden, de gevaarlijke moslims, daar te steunen om te zorgen dat Syrië zou vallen. Want waarom moest dat weg? Voor een bedreiging voor Israël? Kijk, een goede buffer voor Iran is Syrië. En het idee was, als Syrië nou valt, dan kunnen we veel makkelijker doorstoten naar Iran. Ik denk dat dat achter de aanval heeft gelegen op Syrië. En dat is dus heel klein begonnen, een beetje achterbaks, via een achterdeur in 2011, 2012... Toen schreef ik er ook al over op Deep Journal, want die signalen waren er gewoon. Dat is jouw website? Dat was toen mijn website, tot 2013. Want toen begon mijn interesse in de voeding, wat nog steeds mijn grote liefde is. Ja. Dus voor dit onderwerp moet ik een beetje terug in de tijd, wat dat betreft. Ja, ja. Het is een beetje op die achterbakse manier werd toen aan Syrië begonnen. En niemand had toen gedacht dat dat zo'n gigantisch probleem zou worden. En dat is zo'n probleem geworden voor het Westen en Israël. Omdat er natuurlijk de invloed was van Iran, want die wist waar het over ging, en ook natuurlijk Rusland. Ja. En daar komt dan Hezbollah bij, die in Libanon zitten en die ook ongelooflijk goede strijders zijn, waar de Israëli's al in 2006 van verloren hebben. In Libanon, ja, absoluut. Dat was een enorme tegenslag. Dus het is een één groot kruidvat waar men permanent met een stok in zit te peuren. Maar omdat dus ook het besef zo groot is dat het een groot kruidvat is, is men toch ook nog wel heel voorzichtig. En is er veel retoriek, maar is dus kennelijk nog steeds niet gebeurd. Maar het kan dus ieder moment weer wel gebeuren.
Paul Wolfowitz, een neoconservatieve beleidsbepaler van de Joodse lobby in de Verenigde Staten, die onder president Bush junior was hij vice-minister van Defensie, staatssecretaris van Defensie, zeggen wij. Die vertelde tegen een hoge militair, Clark, de voormalige Supreme Allied Commander in Europe van de NAVO, in mei 1991, dus na de Golfoorlog, vertelde hij dat we wel één ding hebben geleerd, nu citeer ik hem, dat buitengewoon belangrijk is. En dat was dat met het einde van de Koude Oorlog wij nu onze strijdkrachten straffeloos kunnen inzetten. Aangezien de Sovjets won't come in to block us. And we've got 5, maybe 10 years to clean up these old Soviet surrogate regimes like Iraq and Syria before the next superpower emerges to challenge us. Met andere woorden, je ziet dat de Amerikanen heel snel probeerden na het einde van de Koude Oorlog de hegemonie in de wereld over te nemen. Dat is nu mislukt, totaal mislukt. Waar zitten we nu, in welke fase zitten we nu? Voorbereiding van nog meer oorlogen? Of? Dat is denk ik altijd wel aan de hand. En we zitten nu natuurlijk met een rare situatie dat er in Amerika een president is gekozen waar de elite niet op zat te wachten. Er was een enorme verbazing dat Trump het is geworden. Die hadden allemaal gehoopt dat hun eigen havik Hillary aan de macht zou komen. En dan hadden we denk ik nu al lang in Iran gezeten. Of in ieder geval dichterbij. Het is juist opmerkelijk dat Trump nu pas begint bij te draaien met betrekking tot Iran. En de vraag is waar dat natuurlijk heen gaat. Hè. Aan de ene kant kan ik me ook voorstellen dat hij geen oorlog wil met Iran en dat hij alleen maar bezig is in deze periode. En we zitten nu in juni 2019. Om te zorgen dat hij inderdaad een goede deal kan maken. Het is een zakenman die graag goede deals maakt. Die krijgt in één keer de beschikking over de hele Amerikaanse vloot. Het hele leger kan hij nu inzetten om die druk op te voeren. Dus het kan zijn dat hij daar wil bij laten. Het kan ook... Misschien is hij wel zo gek dat hij denkt dat een conflict kan bijdragen aan een herverkiezing. Dat zou ook kunnen, je weet het niet. En er kan inderdaad veel misgaan. Hè? Daar wordt nu veel over gespeculeerd dat als er iets misgaat. En er zijn natuurlijk ook belangen van andere partijen. Hè? De Saoediërs hebben ook niet het beste voor met Iran. Want dat gaat over Soenitische Sjiïten. Dan heb je nog de Israëliërs die graag ingrijpen. En misschien wel te maken hebben met die aanvallen op die tankers. Dat kan. Maar het kan ook zo zijn, de Moon of Alabama is een heel goed ingevoerde website, Amerikaanse website. Ken ik, met hele goede contacten overal op de wereld. Die berichten op 14 juni 2019 dat Iran will wage a maximum pressure campaign on US economic interest. Totdat Trump... zal zeggen, oké, ik heb die sancties op. Kijk, Iran kan geen kant op nu. Het staat met rug tegen de muur. De Europeanen onder dwang van de Amerikanen durven geen olie meer te kopen van Iran. Het land wordt op alle manieren, worden de sancties tegen Iran in het leven geroepen. De Europeanen gaan erin mee. Wat kunnen ze nu doen? Door bijvoorbeeld te laten zien, als je werkelijk oorlog wil... Dan is dat voor jullie, zal dat een ramp zijn. Want wij zullen dan die hele olietoevoer die de wereldeconomie draaiende houdt, zullen we afsluiten via de straat van Hormuz. Dan gaat elke tanker die voorbij gaat, boef, schieten we gewoon de grond in. Dat is ook een heel plausibel draaiboek, vind je niet? Nou ja, kijk, dit is natuurlijk wel bekend bij iedereen die hiermee te maken heeft. Dus ik denk dat ze ook niet per se veel hoeven te doen, niet echt hoeven te laten zien, om aan de andere partij te laten weten dat dit kan gebeuren. Ja. Dat is gewoon het probleem. We hebben hier te maken met enorme krachtige partijen in een heel lastig klein gebiedje. Inderdaad, bijvoorbeeld die golf, die straat van Hormuz. Weet je, het is een cliché, maar het is een enorm kruidvat. En... Ja. Het kan van alles gebeuren. Er kan inderdaad gewoon van alles gebeuren. Misrekening, et cetera, et cetera. Maar waarom... laten we even teruggaan naar jouw boek uit 2008. Waarom dacht je toen, het gaat echt los? Ze gaan Iran aanpakken.
Nou, kijk, als je je ergens in verdiept, dan kan je op een gegeven moment, vooral als je op een punt staat en je kijkt terug naar de geschiedenis, dan, en je doet dat heel consequent, dan kan er een soort lijn ontstaan. Op een gegeven moment dacht ik, bij dit onderwerp, de lijn die hier wordt gevolgd, die gaat richting een militair conflict. Daar wordt gewoon op aangestuurd, alles wordt daarop ingezet. En we hadden toen natuurlijk ook al Irak achter de rug. En via diezelfde route van een officieel traject, wat dan op is gesteld om te mislukken, en een illegaal clandestien traject van mensen op de vloer, hè, dus hoe zeg je dat, boots on the ground in Iran, die al doelen aan het markeren waren. Ja. Wat we dus al gezien hadden bij Irak, zagen we nu gebeuren bij Iran. En toen dacht ik, ja, Iran, als Iran ontploft, ja, dan ontploft de hele wereldeconomie, dan ontploft eigenlijk alles. Dan gaat echt alles mis. Dus het is nog steeds, tot op de dag van vandaag, een cruciaal belangrijk onderwerp. Daarom is er nu ook veel aandacht voor. Maar toen zag ik dat dus aankomen en toen ben ik erover gaan schrijven en in 2005 mijn eerste serie begonnen. Ja. En uiteindelijk zijn het 45 delen geworden. Vaak hele lange artikelen met dit boek, zeg maar, rond deel nummer 30, denk ik. En daarna nog weer verder geschreven. Maar goed, omdat dit zo'n ontzettend cruciaal belangrijk probleem is, als het misgaat. En ik denk nog steeds eigenlijk, ik ben nog steeds bang dat dit mis kan gaan. Er zijn zoveel actoren en factoren waardoor dit... Die permanent op elkaar inspelen. Ja joh, dit zijn echt twee treinen die op elkaar inrijden. En die Iraniërs, die willen denk ik geen nucleair wapen. Er zijn verschillende fatwa's tegen uitgevaardigd. Maar die willen wel de suggestie kunnen wekken dat ze er één kunnen maken. Juist ook om hun om zich positie te verdedigen. Nou nee, maar ook om hun positie belangrijker te maken. Want een groot deel van het conflict gaat erover dat Iran serieus wil worden genomen. Die wil niet meer als een klein kind worden weggeduwd in de hoek. Die wil aan tafel kunnen zitten. En die snappen inmiddels dat je de taal moet spreken van de tegenstander. En dat is de taal van het geweld. Dat is de taal van de grote wapens. Toen de tijd, Ahmadinejad, de toenmalige leider van Iran, die had eigenlijk net zo'n brief willen krijgen van Bush als de leider van Noord-Korea toen kreeg. En ja, dat begon met geachte meneer de partijvoorzitter. Ja, zo'n serieuze brief had Ahmadinejad ook willen krijgen. Ja. Maar die kreeg hij niet, omdat hij dus niet kon bogen op kernwapens. Dus je moet zo snel mogelijk kernwapens ontwikkelen, wil je gevrijwaard worden van de Amerikaanse regressie. Ja, dat zou je zeggen, maar ik denk dat in het geval van de Iraniërs het meer is dat ze de suggestie willen wekken dat ze er één kunnen maken, omdat ze er dus eigenlijk niet één willen hebben. Ja. Ondertussen ligt Israël om de hoek met een schatting 200, 200 kernwapens. Ja. Dat mag wel. Ja, maar zowel Israël als Iran weten dat als het misgaat, dan het hele land kan verdwijnen. Dat kan Iran bij Israël veroorzaken, maar dat kan Israël zeker natuurlijk ook bij Iran veroorzaken. Wat ook een reden is dat Iran niet zo snel gekke dingen kan doen. Dus je zegt, ze staan met de rug tegen de muur, ja, maar ik denk niet dat ze snel in actie zullen komen. Tenzij het natuurlijk niet anders kan. Nee. Ondertussen heb je de absurde situatie dat nu allerlei bunkerbusterachtige nucleaire mini-nukes worden ontwikkeld. Ja. In het boek schrijf ik er al over, maar die ontwikkeling is eigenlijk alleen maar doorgegaan. Waardoor makkelijker naar het nucleaire wapen kan worden gegrepen. Waardoor een conflict nog makkelijker uit de hand kan lopen. Want als er één of twee of drie mini-nukes worden geworpen, dan is het natuurlijk makkelijker om daar weer heel hard op te reageren. Maar ondertussen zitten al die olievelden. Hey, ik bedoel, het eerste wat Iran zal doen is de olievelden in Saudi-Arabië bombarderen. He, of in elk geval... Asymmetrische oorlogsvoering. Precies. Ja, absoluut. Die zetten alle groepen die ze steunen, die ze dus maximaal inzetten. Dus welke baat heeft de Verenigde Staten hierbij? Ja. Als ze weten dat het onherroepelijk zo zal zijn dat die olievelden aangevallen zullen worden. Puur en alleen om te zorgen dat de vijand onder druk wordt gezet. In dit geval de Verenigde Staten. Ja, maar ja, dan denk ik dat het misschien toch goed is om met die blik van die Amerikanen en die Israëli's te kijken naar de kaart. En dan zie je dus dat hele grote gebied waar ze geen greep op krijgen. En ze willen toch iedere keer greep. Dat zag je ook bij Irak. Daar zat voormalig CIA-man Saddam. En op een gegeven moment was daar ook geen grip meer op Saddam. En die moest toen ook weg. Het jammer is wel iedere keer dat er allerlei seculiere regimes worden aangevallen. En dat daarna de heel agressieve islamregimes voor de plaats komen. Precies, dus het is contraproductief in de officiële leer. Ja, precies. Dus dat is ook weer vreemd. Maar aan de andere kant, dat is niet vreemd, want het militaire industrieel apparaat,
dat profiteert hier geweldig van. En het zou ook niet vreemd kunnen zijn als je kijkt naar een andere visie op deze zaak. Namelijk dat het gevolg is dat er een soort mozaïek ontstaat. Lawrence of Arabia die had al die term mozaïek gebruikt. Dus dat allerlei kleine facties in plaats van grote landen, ja, die soms ook de boel bij elkaar hielden, zoals Saddam dat deed, al die kleine gebiedjes elkaar gaan zitten bestrijden. En dan kan jij als heer en meester afstand nemen. Verdeel en heers. Verdeel en heers, precies. De oude Engelse manier Dus als je op die manier ernaar kijkt, dan kan het nog wel succesvol zijn. Maar dan nog blijft nu Iran een gigantische vlek, een gigantisch gebied waar je geen grip op kan krijgen. En ondertussen zitten zij bovenop die enorme voorraden met olie en gas. Hebben ze vrienden in Rusland en China. Moeten de pijpleidingen komen via Syrië naar het westen. Ja, als je vanuit die blik ernaar kijkt, dan is dat echt een groot probleem. Jij zei in 2008, stel jij in je boek, de oorlog met Irak had een ideologische drijfveer. Dus de oorlog met Irak. Net als de komende oorlog met Iran. Ideologische drijfveer, wat? Want wat ze gedaan hebben is in feite enorme chaos creëren. Ja. Ik bedoel, vanuit een heel objectief beeld of manier van kijken kun je alleen maar zien dat ze een geweldige chaos in het Midden-Oosten hebben veroorzaakt. En waarbij niets meer echt zeker is. Elk moment kan ergens een gigantische brand uitbreken waar niemand meer een greep op heeft. En waar ook bijna niet meer te begrijpen is, zoals in Syrië bijvoorbeeld. Ja. Waarin allerlei verschillende clubs een grote warboel vormen. Ja. En toch willen ze door. Want dat is die neoconservatieve drijfveer die door blijft gaan. En nu eindelijk een beetje grip begint te krijgen op die outsider Trump. Ja. In de vorm bijvoorbeeld van die Bolton, hè? Want die Bolton komt al lang in het boek voor. Ja. Die gaat al heel lang mee, de man met de snor. Want die hoort bij die neoconservatieve kliek die nog steeds wil, samen met Israël, om daar de boel te veranderen. Maar wat is hun feitelijke motief? Wat willen ze? Willen ze Israël de hegemonie geven over het hele Midden-Oosten? En dan? Wat dan? Ik denk dat dat inderdaad een belangrijke rol speelt. Dat olie en gas speelt een belangrijke rol. Ja, maar de olie en gas, kijk, dat is het gekke. Die olie en gas, die moeten toch opgepompt worden en verkocht worden. Ja, maar je bent dan wel afhankelijk van ze. Bijvoorbeeld alleen al het Amerikaanse leger. Ja. Dat staat al in het boek, maar dat is ook afgelopen dagen nog weer een keer herbevestigd. Gebruikt een gigantische hoeveelheid energie. Ja. Dus dat hele imperium van Amerika, dat draait dus kennelijk alleen al om het in stand te houden al op een belangrijke hoeveelheid energie. Als je iedere keer je hand moet ophouden bij clubs die jouw onwelvallig gezind zijn en het liefst nu gaan samenwerken nog veel meer met Rusland en China, die toch nog steeds worden gezien als vijandig en opkomend, terwijl Amerika natuurlijk zwaar in de problemen zit. Ja, ja, dan snap ik wel dat het is een failliet land. Ja. Maar voor het einde van dit jaar moet 60% van de Amerikaanse vloot voor de kust van China liggen. Met het oog op ook sancties, oorlog, conflicten, gewapende conflicten, et cetera. Dus er is eigenlijk geen toekomst. Nee. Behalve dan die waarbij er gigantisch veel oorlogen zullen plaatsvinden. Ja, misschien is het een soort beweging dat je alleen nog maar naar voren kan. Dat het daarmee te maken heeft. Dat er geen alternatieven zijn. Dat er geen alternatieven zijn, je kan alleen maar naar voren. Ja, het alternatief is dat Amerika zijn macht opgeeft. En zegt van, we moeten het permanent afdwingen met het leger, strijdkrachten. Maar dat kost ons te veel, want daardoor hebben we nu $21 trillion schuld aan het buitenland. Ik bedoel, het is een failliet land in feite. Ik denk nog steeds dat het oude Cheney-adagium geldt, the American way of life is non-negotiable. Zoals wij het nu doen, dat moeten we kunnen blijven doen. En de enige manier waarop dat kan, is die sommige landen dus onder druk houden. Ja. De pivot to Asia, hè, met China. En om te zorgen dat je dus grip krijgt op de gebieden waar die energie vandaan komt. Want dat land gebruikt waanzinnige hoeveelheden energie. Ja. En het westerse wereld gebruikt gigantische hoeveelheden. Maar zij denken toch voornamelijk wel die Amerikanen aan zichzelf. En het wonderlijke is dat ze iedere keer Europa meekrijgen. En als er dan weer zo'n zogenaamde gifgasaanval plaatsvindt in Syrië, dan zie je meteen minister Blok,
die buitenlandminister van Nederland zeggen, ja, nee, het is allemaal verschrikkelijk en we moeten ingrijpen. Zonder dat ze het onderzocht hebben. En dan wordt het dus later onderzocht. En dan blijkt? En dan blijkt dat het dus gewoon niet waar is. En dat is niet zomaar een clubje. Een van die onderzoeken is het OVSE, die het gewoon netjes opschrijft in een rapport. Wat dan wordt geprobeerd om dat te onderdrukken, toch naar buiten komt, maar dat komt dan weer niet in de media terecht. Niet in de reguliere media. Waarin gesteld wordt dat Assad niet verantwoordelijk was voor die gifgasaanval. Ja, in sommige gevallen was er niet eens een gifgasaanval. Er was alleen maar het idee van een gifgasaanval. In Douma bijvoorbeeld. Ja. Ja, dan wordt er dus geroepen door Witte Helmen, gifgas. En uiteindelijk komt dat jongetje dat heel uitgebreid in het nieuws komt, in een persconferentie vertellen dat hij nog leeft en dat er niks aan de hand was. Dus je kan dit soort dingen ook niet doen zonder een media die op de een of andere manier met je meedenkt. Oké, maar waarom gaat de NAVO en de Nederlandse media, waarom gaan ze mee in deze gekte? Want we weten, het kan alleen maar in nog meer chaos eindigen. Waarom gaan we daarin mee? Waarom steunde Nederland bijvoorbeeld terroristen in Syrië? Waarom doen ze dat? Omdat Nederland dat niet zal zien als terrorisme. Nederland dus ze hebben die lui zelf op een terroristenlijst gezet. Okay. En toch hebben ze die mensen gesteund. Waarom moet ook zo'n regering niet weg? Er zijn twee regeringen, die één van de Partij van de Arbeid met de VVD. Maar Nederland steunt altijd Amerika. Nederland is bijna een soort 51ste staat van Amerika. Blindelings eigenlijk. Oké, maar waarom zijn er dan geen parlementsleden in Nederland die zeggen, van GroenLinks of zo'n andere alternatieve club, die zeggen van de SP of zo, die zeggen van, ja, dit kan helemaal niet, hier stoppen we mee. We kunnen niet meegaan met terreur. Dat is in strijd met internationaal recht, daar kan Nederland niet zitten. Hier in Nederland bijvoorbeeld zitten dus ook Iraanse terroristen die aanslagen hebben gepleegd in Iran, waarbij burgers om het leven zijn gekomen. En die staan hier open en bloot, kunnen die hier hun zegje doen in Nederland. Waar berust dat op? Ja, en er was op een gegeven moment was er ook weer een aanslag op een van die mensen. Maar dan wordt alleen het verhaal verteld, in beginsel dan, dat er een aanslag wordt gepleegd op die figuur. Ja. Maar er wordt niet de achtergrond van die figuur. Eigenlijk gaat het de hele tijd over achtergronden en context. En dat je het hele verhaal snapt. En dat je eigenlijk ook uit de framing blijft van waar denk ik veel media en ook politici in zitten. De framing van wij zijn de good guys. Maar ik denk dat als je daaruit stapt en je objectief gaat kijken naar wat is gewoon goed, wat is verkeerd, dat je dan veel helderder kan nadenken, dat je dan ook veel meer de context gaat zien. Ja, maar we hebben 150 mensen die daar rond dat pleintje in Den Haag zitten te vergaderen en druk te doen en net te doen alsof ze een greep op de gebeurtenissen hebben. 150 mensen, waarom zijn er niet een aantal die de waarheid vertellen en die zeggen van, hey, luister eens, dit is totale bullshit, we worden besodemieterd. Maar als je dat zou doen, dan ben je ook weer een eenling. Dan ben je waarschijnlijk al een eenling in je eigen partij en dan ben je weer een eenling in het hele parlement. En je bent sowieso een eenling in hoe er wordt gedacht. Ja, dus ik kan me wel voorstellen dat dat lastig is. Dat is wel wat je verwacht van politici. En zeker ook van de media. Maar daar moet je toch niet op rekenen. Je moet gewoon echt op een gegeven moment denken van het is zoals het is. Je moet ook denk ik niet te veel boos worden of andere emoties gaan tonen. Afstand nemen, zien hoe het werkt. Dus ook met betrekking tot die politiek en de media. En dan. Welk belang heeft Nederland bij het volgen, klakkeloos, schaapachtig volgen van de agressieve politiek van de Verenigde Staten en de NAVO? Welk belang hebben wij daarbij? Ja, dat weet ik ook niet. Rationeel gezien is er eigenlijk weinig belang. Het is meer ook een kwestie van emotie. Jarenlange, laten we zeggen, het klinkt een beetje heftig, maar indoctrinatie van een manier van denken. Waardoor dat kader wat ik net schetste over dat kader is ontstaan. Het kader van wij zijn de good guys. Als je kijkt naar de feiten, zie je dat Amerika bijna permanent in oorlog is. Ja. Als je kijkt naar de feiten, zie je dat al die rechtse types, die neoconservatieve types, de hele tijd allerlei dictators aanstellen. Ja. En als die dictators niet meer meewerken,
dan zijn het in één keer niet meer onze vrienden. Nee. Want Gaddafi was in één keer niet meer onze vriend, Saddam was in één keer niet meer onze vriend en Assad op een gegeven moment ook niet meer. Nee. Als het niet meer uitkomt, dan houden we ermee op. Ja. Maar tot die tijd is het zo dat er graag democratische regimes worden omvergeworpen en dan komt er daarna een soort Pinochet-achtig type. Dus als je kijkt naar de rationaliteit en de feiten en afstand neemt en de context begrijpt, dan kijk je heel anders naar dit soort dingen. Maar dat gebeurt gewoon te weinig. En dat is teleurstellend. Waarom heb je in de journalistiek, en dan heb ik het over de reguliere journalistiek, dus de mainstream journalistiek, de zogenaamde kwaliteitsbladen en de televisieomroepen en dergelijke. Waarom komt er geen serieuze analyse van waar wij nu staan? Jij bent al langere tijd in de journalistiek bezig. Wat merk jij? Bied je ze wel eens iets aan waar bijvoorbeeld de omroep. Jij hebt ook een documentaire gemaakt over Skull and Bones. Dat is een Toen zag ik eigenlijk, dat was het allereerste wat ik ooit op journalistiek gebied deed. Toen zat ik op de school voor journalistiek, maar ik begon toch al aan die documentaire. Omdat ik inmiddels via een stage contact had gemaakt. Dat was voor de Evangelische Omroep toentertijd. In 1999 zou dat op tv komen. Een documentaire over het geheime genootschap Skull and Bones. Ik was toen pak een beet 26, 25, zoiets. En, het is een Amerikaanse groepering die aan Harvard University, Yale University, de topmensen, de elite recruteert van Amerika recruteert. Om een elitair netwerk te vormen. Ja. Een soort old boys netwerk te vormen en elkaar te kunnen bevoordelen. Waar presidenten en ministers en noem maar op, de top van de top. Ja. Begonnen in 1832. En het is ook heel logisch om zoiets te gaan doen. Hè? Als je je een beetje verplaatst in, als je iets wil bereiken op dat vlak. Het is ook logisch om dat te gaan doen. Het is niet goed, maar wel logisch. Ja. En ik greep dat onderwerp Skull and Bones aan om zelf ook te ontdekken, want dat is natuurlijk mijn reden om in de journalistiek te gaan, is omdat ik ontzettend nieuwsgierig ben en iedere keer wil ontdekken hoe het zit. Hoe de macht opereert. Ik wil gewoon dingen weten. Nu met die voeding wil ik ook precies weten hoe het zit. Dus ik duik er iedere keer in. Onderwerp cholesterol, ik duik er iedere keer in. En vervolgens wil ik het dan ook weer graag uitdragen om het simpel te verwoorden en dat eruit te dragen. En toen wilde ik iets weten over hoe de wereld in elkaar staat. Kwam uit bij het Skull and Bones. En het Skull and Bones is niet een of andere wereldregering of zo, want dat bestaat ook niet. Maar het laat wel zien hoe het ongeveer werkt. En er waren nog meer van dat soort organisaties, kwam ik achter. Zoals ook Bilderberg, Bohemian Grove, dat soort clubs. Maar goed, ik was jong en dat was het begin. Uiteindelijk kon ik die documentaire maken. Uiteindelijk is er zelfs nog een tweede deel gekomen. Wat we konden maken, waardoor we nog dieper op de zaken in konden gaan. Het ding kwam in de gids. Ik ben zelfs geïnterviewd door de VPRO-gids voor hun gids weer. Toen had ik eigenlijk al een heel manuscript van, ik denk een pagina of een centimeter of 4, 5 dik. Ik dacht, er zit een interessant boek in. En dat kwam terecht bij de EO-gids. Daar is iemand heel erg geschrokken en naar de leiding gegaan. Die hebben toen gekeken naar wat we hadden gemaakt. Maar dat waren nieuwe mensen. Dus die oude mensen die voor wie we de opdracht hadden gedaan, die waren inmiddels weg. Ja. En de nieuwe mensen die schrokken zich een hoedje. En toen hebben we in feite de angel eruit moeten halen. En toen zag ik in één keer van, zo werkt het. Als je tegen het systeem aanschopt, dan heb je een probleem. Als je de kaders wil verschuiven, dan heb je een probleem. Als je binnen de kaders, heel hard binnen de kaders schopt, dan krijg je als media en ook als mediaconsument het idee van, er is heel veel mogelijk. We kunnen van alles zeggen, we leven in een vrij land. Dat is dus eigenlijk een vals gevoel van vrijheid. Want wat je dus merkt is, zodra je die kaders wil verschuiven of wil vergroten, dat je dan echt tegen een grens aanloopt. Of dat je het in een context wil plaatsen. Zo. Maar kijk, het gesprek dat jij en ik nu voeren kan niet op de mainstream media worden herhaald of gedaan worden. Hilversum zal absoluut hierop tegen zijn dat je bijvoorbeeld vertelt dat Amerika oorlogszuchtig is. Terwijl je gewoon de feiten kan laten zien. Exact. John Pilger, een van de betere journalisten. Ja. Een Australische journalist die al jarenlang ontzettend veel documentaires heeft gemaakt. Die laat op een gegeven moment Bill Kristol, een van die neocons, een van die neoconservatieve kliek, vertelt hij, eigenlijk is Amerika voortdurend in oorlog. En je ziet de verbazing in zijn blik. En vervolgens zie je in die documentaire een enorme lijst met alles, alle plekken waar Amerika is ingevallen. Ja. En coups heeft veroorzaakt. Of kleurenrevoluties heeft veroorzaakt. Want dat is een relatief nieuwe manier om toch je zin te krijgen. Ja. Soft power noemen ze dat.
Ja. Er wordt gewoon, nou, maar dat schrijf ik ook al notabene in mijn boek. Er wordt gewoon les gegeven, bijvoorbeeld in Dubai beschrijf ik. Door mensen die de lessen hebben geleerd onder Milosevic. Ja. Die halen mensen uit Egypte, waar toen de kleurenrevolutie aan het beginnen was. Dat is een oud boek inmiddels. Naar Dubai, daar krijgen ze les en vervolgens wordt het toegepast. Ja. En diezelfde truc wordt nu toegepast met Guaido in Venezuela. Ja. Want die heeft in hetzelfde klasje gezeten. Ja. Daar zijn hele goede verhalen over geschreven. Uitermate goed uitgezocht door de Grey Zone Project, Max Blumenthal. Ook weer zo'n voorbeeld van een journalist die ergens induikt, maar ook in zijn eigen medium moet blijven hangen. Het is niet dat hij wordt opgekocht door CNN of zoiets. Nee. Dus die mensen zitten allemaal in de marge. Dus je moet tegenwoordig als consument echt overal zelf in die marges gaan zitten kijken. En dat was ook de reden dat ik in 2000 begon met die website Deep Journal. Omdat ik dacht van ik moet het zelf doen. Niemand doet het voor me. Dat is in de loop van de tijd veranderd. Ik heb het ook losgelaten in 2013 toen ik met het onderwerp gezondheid begon. Je kan ook niet alles tegelijk doen. Ik doe het nu via Twitter. Mm-hmm. Via Twitter stuur ik de verhalen naar buiten die ik normaal zou gebruiken om die verhalen te bouwen. Mijn eigen journalistieke verhalen. Maar je ziet dus dat je het zelf moet doen. En dat moet je gewoon constateren. Ja, maar wacht even. Luister. In december 2007... Nou, en constateert de National Intelligence Estimate, de NIE, in een rapport samengesteld door 16 Amerikaanse inlichtingendiensten, dat Iran al enige jaren geen kernwapenprogramma heeft. Desondanks bericht het tijdschrift Newsweek naderhand dat during his meeting with Israeli Prime Minister Ehud Olmert in januari 2008, Bush told the Israelis that he can't control what the intelligence community says, but that the NIE's conclusion don't reflect his own views about Iran's nuclear weapons program. Yeah. Met andere woorden, hier is het de president die zich verontschuldigt bij de Joods-Israëlische leider dat zijn inlichtingendiensten hebben geconstateerd dat Iran geen gevaar van. Denk je dat dat ooit op de Nederlandse televisie uitgediept kan worden? Nee, waarom niet? Waarom kan dit soort, waarbij je kunt laten zien het belang van de Joodse Omdat je dan gaat trekken aan die kaders. Daar mag je gewoon niet aan gaan zitten. En dat is geen oekase, dat is geen wet of zo. Maar dat is omdat de journalisten zelf ook die kaders geïnternaliseerd hebben. Ja, die geloven echt serieus zelf dat wat zij doen, dat ze goed journalistiek bezig zijn. Want ze schoppen immers tegen de randen van het kader aan, zo nu en dan. Door zogenaamd kritisch te zijn. Ja. Maar ze gaan nooit over die kaders heen. Ze nemen geen afstand. En dat is een probleem. Wat ik al zei, dat moet je gewoon constateren. En je eigen plan trekken als mediaconsument. Mensen komen ook niet voor niets naar dit kanaal toe. Hè, Café Weltschmerz. Of lezen niet maar voor niets. Maar dan toch is de vraag. Hoe komt toch dat, hoe heet het? Zo'n klein landje van 5 miljoen Joden en 2 miljoen hoe noem je dat, Palestijnen, Israël. Hoe komt het dat zo'n klein landje, dat de Amerikaanse president, die geacht wordt de macht in de wereld te bezitten, dat de Amerikaanse president zich moet verontschuldigen tegen de leider, de premier van Israël? Ja. Dat is ook heel erg eigenaardig natuurlijk. Een deel van het verhaal is natuurlijk de lobby. En er is recent een nieuwe documentaire serie gemaakt door Al Jazeera over de lobby. Heet ook De Lobby. Is geheim opgenomen ook. Is vervolgens onderdrukt. Dankzij de lobby eigenlijk door Qatar. Maar hij is gelekt en staat nu online. Ik twitter daar ook over. Ja. Je kan hem gewoon nu zien. Heel erg interessant. Ja. Dus een deel van het verhaal is inderdaad die lobby. Misschien is een deel blackmail, hoe noem je dat? Blackmail. Maar misschien is chantage. Chantage. En misschien is een derde deel ook een emotioneel component. Namelijk de Tweede Wereldoorlog en schuldgevoel en al dat soort zaken. Die worden geprojecteerd op de actuele regering in Israël. Wat natuurlijk eigenlijk twee verschillende entiteiten zijn. Je hebt de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. En je hebt aan de andere kant Israël in 2019. Dat zijn het is natuurlijk van een smeerlapperij om 6 miljoen Joden, dode Joden, te gaan gebruiken om een volkomen verwerpelijke
politiek van een schurkenstaat als Israël om dat te gaan verdedigen, weet je wel? Ja, want er zijn 6 miljoen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat wordt echt zo gebruikt. Maar het is echt walgelijk dat niemand dat durft te zeggen ook op de televisie. Want je ziet ook permanent ook die Sidi mevrouw nu, hè? Die komt dan in de media en die doet dan net alsof Israël in zijn recht staat. En dat er niemand, en dan wordt er dan weer de holocaust en het antisemitisme wordt erbij gesleept, doordat je helemaal duizelig wordt. Terwijl dat helemaal niets mee te maken heeft met de wijze waarop Israël in het Midden-Oosten opereert. Maar ja, dat is een feitelijke, koude, afstandelijke, correcte analyse. Ja. Maar dat is natuurlijk niet hoe mensen in elkaar zitten. En daar wordt dan handig gebruik van gemaakt. Nee, dat begrijp ik. Maar we hebben het over onze collega's nu even. Hè? We hebben het over de journalisten. De lui die ook nu bezig zijn met fake news te analyseren, et cetera. Terwijl ze permanent zelf met fake news bezig zijn. Maar dan, en dat blijkt ook weer uit het feit dat jij een documentaire maakt en dan bij de EO zeggen ze van God mag dit niet, of van de baas niet in elk geval, want dit is Gods uitverkoren volk. Daar komt het dan op neer. Nou, er waren ook andere dingen aan de hand. Zoals? Nou, ik was met allerlei CIA-agenten aan het spreken over, en die had ik ook dus geïnterviewd, over drugs importen door de CIA. Om daarmee geld te verdienen. Dat was natuurlijk ook lastig. Want, waarom? Omdat die toenmalige president Bush, die had bij de CIA gewerkt. Dan had je nog de hele verhaal van Skull and Bones, wat een heel duistere organisatie is, waar dan die fijne christen Bush onderdeel van ja, was. Ja, maar dat de CIA met drugshandel te maken heeft, dat is al vele malen aangetoond door Amerikaanse, vooraanstaande Amerikaanse journalisten. Ja, maar je moet het natuurlijk aan niemand, geen enkele man in de straat legt de link tussen die CIA en drugs. Maar het feit is, because of de journalisten. Ja, want die behandelen dat niet, behalve dan een aantal gemarginaliseerde zelfstandige journalisten die daar ook boeken over schrijven. Ja. Dus het netwerk sluit zich perfect. Ja, het werkt heel goed. En godzijdank is er nu het internet waardoor je die journalisten kan volgen. Maar je moet ze dus wel echt op gaan zoeken. Ja, we zijn er zat. Scott Ritter. Ja. Gareth Porter, John Pilger, Greg Palast, Glenn Greenwald, Matt Taibbi, Max Blumenthal, Ray McGovern, Phil Giraldi. Een paar voorbeelden van mensen die je gewoon kan volgen. Ja. En dan moet je al die verhalen lezen. En op die manier kun je dichter bij de waarheid komen, denk ik. De realiteit, de werkelijkheid. Dan als je de reguliere krant leest. De Scott Ritter, die citeer jij hier ook in. Ja, die gaat al heel lang mee. Ex-wapeninspecteur van de Verenigde Naties. En ook major van de Amerikaanse Corps Mariniers. Ja. Werkte daar voor de inlichting afdeling. Hij zegt nu ook over de onmogelijkheid van Iran om zich normaal te kunnen ontwikkelen vanwege die permanente druk en die sancties en die lafheid van ook de Europese landen, waardoor zo'n land zich niet normaal kan ontwikkelen, terwijl het notabene in 1953 al zo'n ontzettende klap heeft gekregen toen hun eigen democratie kapot gemaakt werd door de Verenigde Staten. Jij hebt hem gesproken. Nee, ik heb hem niet gesproken. Je hebt hem nooit gesproken. Hij spreekt bijvoorbeeld zijn verbijstering uit, Scott Ritter, dat Nederland niet uitsluit een Amerikaanse aanval op Iran te steunen, zelfs zonder een VN-mandaat. Met andere woorden. Wanneer was dat? Dat zegt hij in 2008. Okay. Het is veelzeggend dat Scott Ritter, de voormalige hoofdinspecteur van de speciale VN-ontwapeningscommissie, zijn verbijstering uitspreekt dat Nederland niet uitsluit een Amerikaanse aanval op Iran te steunen. Dat is natuurlijk krankzinnig, want wat gebeurt hier? Hier gebeurt dat Nederland bereid is om een agressieoorlog te steunen. En de agressieoorlog is, zoals je weet, in 1946 heeft de Nuremberger processen, daar is toen bepaald dat agressieoorlog de grootste oorlogsmisdaad van alle is, omdat daaruit alle oorlogsmisdaden als van nature voortvloeien. Dus wij zijn bereid om een agressieoorlog
te steunen. En dat hebben we ook gedaan in het geval van Irak, zoals blijkt uit de commissie Davids rapport. Terwijl we permanent bezig zijn met mensenrechten en democratie, et cetera, et cetera. Waarom wordt daar niet meer aandacht aan besteed? Misschien ook omdat het onderwerp te groot is om goed te bevatten en niet goed past in een 24-uurs nieuwscyclus. Je hebt daar echt analyse voor nodig, context voor nodig. Misschien is dat een deel van het probleem. Scott Ritter blijft waarschuwen. Afgelopen mei was hij weer aan het waarschuwen in verband met de recente acties rond Trump en het Midden-Oosten. Met betrekking tot Iran. Hij zegt, het was in mei, hè, dus dat was een maandje geleden. Hij zegt, reden nummer 1 is de olie. En reden nummer 2 noemt hij Israël. Als motivaties voor Amerika nu om weer zo agressief op te treden tegen Iran. Wat kunnen, laten we zeggen, gewone mensen, zoals jij en ik, en mensen die hier nu kijken, wat kunnen we doen eigenlijk? Worden een oorlog ingezogen, of nog meer geweld ingezogen. 93% van het bestaan van de Verenigde Staten is het in oorlog geweest. Dus we krijgen weer een nieuwe oorlog. We zijn onderdeel van de NAVO. We worden erin meegetrokken. We blijken agressieoorlogen te steunen. We blijken terroristen te steunen. Kijk, een belangrijk deel van het probleem is dat iedere keer een kleine elite, dat vond ik ook zo goed aan die Occupy-beweging, die identificeerde de 1% en de 99%. Een kleine elite iets voor elkaar probeert te krijgen waarbij de grote massa zich aansluit om die kleine elite te voeden. Dat is wat de hele tijd aan de gang is. Ja. In die documentaire over Skull and Bones sprak ik met de grote man daarachter, Anthony Sutton. We liepen over de streets of San Francisco en hij zei tegen mij, Daan, het gaat niet over de horizontale bewegingen, links, rechts, rijk, arm, zwart, wit, noord, zuid. Het gaat over verticaal. Het gaat over us and them. Dus hij legde dat toen al uit. Hè? Dus we hebben het over 94 of 95 ongeveer. Ja. En dat us is dan, dat zijn wij de gewone mensen. Dat zijn die 99%. En dat ene kleine kliekje, wat in dit geval het onderwerp van Iran vaak gaat over de neocons, zou ik maar zeggen. Ja. Die willen ons achter het karretje spannen. Daarvoor is die media zo belangrijk. En daarvoor is het belangrijk dat al die mensen met je meedenken. Dus als al die mensen individueel hun eigen nieuwsgaring gaan doen, dan vallen er misschien wat gaten in en kan het op die manier misgaan. Maar een belangrijk deel heeft te maken met eigenlijk een informatieoorlog. Een feitelijke oorlog is misschien stap 5 of 6 in een heel lang traject. En Iran is een nog veel langer traject dan normaal, omdat het zo'n ontzettend groot probleem is. Omdat de Iraniërs natuurlijk al die jaren sinds 1953 hebben gedacht van, nou, wij zijn een keer aan de beurt en we gaan ons voorbereiden. Ja. Wat ook weer de reden is dat ze niet zo makkelijk worden aangepakt. Want al die landen die belang hebben om Iran omver te werpen, weten, dat gaat niet zonder bloedvergieten. En ik denk nog steeds dat die oorlog, het heet de volgende oorlog, dat het nog steeds kan gebeuren. Ja. En ik heb het boek geschreven als een soort waarschuwing. Het enige dat ik kon doen was schrijven en waarschuwen en de feiten geven. Veel mensen zeggen, wat doe jij nou? Maar ik zeg altijd, ik ben een publicist, geen activist. Maar ik geef wel de ammunitie voor de activisten om aan de slag te gaan. Maar die mensen moeten dan wel hun verantwoordelijkheid nemen in de media en in de politiek. En ondertussen gaan de massamedia, de corporate press, zijn bezig met de condities te creëren op grond waarvan de massa zal zeggen, ja, wat Iran deed, dat kan echt niet. Die moesten wel aangepakt worden. En dat heeft deels te maken ook met perceptie. Hè? Want als je dus die brandende olietankers ziet in de golf, dan is dat het beeld dat je onthoudt. En al die nuances van achteraf, dat het toch anders in elkaar zit, Dat komt niet meer aan. In je hoofd wordt de emmer in je hoofd, zou ik maar zeggen, daar komt iedere keer weer een druppel in. Ja, herhaling. Iran, agressief. Ja, elke uur op de nieuws dezelfde boodschap. Ik kom natuurlijk ook in allerlei kringen waarin mensen gewoon hun leven leven. En dan hoor je inderdaad de hele tijd de angst voor Iran, de agressie. Dat hele concept zit gewoon heel diep verankerd bij iedereen. Door al dat soort kleine druppeltjes. En de pers werkt daaraan mee. En de pers werkt daar absoluut aan mee. Ja. Want het kan niet zonder een reguliere media die meedenkt met die elite. Maar die hebben natuurlijk niet door die media dat ze dus meedenken met die elite. Want die zitten zelf ook, die journalisten zijn natuurlijk zelf ook onderdeel van het hele systeem.
En die denken aan hun eigen inkomsten en hun eigen... Ja, maar die zitten dus ook in dat hele, in die hele cadans van het leven. En daar hoort die journalistiek bij en dat hele idee van wij zijn de good guys. Dus daar, je hoeft ook al die mensen niet te controleren. Het systeem controleert zichzelf. Bedankt, Daan. Dankjewel, Stan.